was van Sint-Louis, maar geboren in Beran en dat ligt in Montenegro. Ik ben 19 jaar geboren, 17 maart 1994. Op welke leeftijd ben je begonnen met voetballen en bij welke club? Ik ben begonnen met voetballen toen ik 6 was, bij VV Walram. Dat ligt in Valkenburg. En sinds mijn 11e speel ik bij Fortuna. Op welke positie speel je het liefst? Het liefst speel ik op de teampositie. Maar linksbuiten vind ik ook een leuke positie om te spelen. Sta je onder contract voor Fortuna? Nee, ik sta niet onder contract. Met welk rugnummer speel je dit jaar? Dit jaar speel ik met rugnummer 18. Wat is jouw favoriete club en stadion? Ik heb niet echt een favoriete club, maar Barcelona vind ik wel een mooie club en een mooi stadion. Welke speler is jouw voorbeeld of idool? Ik denk Cristiano Ronaldo, Pirlo. Ik heb niet echt één vaste speler, een aantal. Wat vind je van de sfeer in de groep met de trainers en de begeleiders? De sfeer vind ik goed. Er wordt goed getraind, goed gewerkt. Ik denk al met al dat we een goede groep hebben. Wij als team van Radio FC interviewen na de wedstrijd de spelers. Kunnen we eventueel ook op jou rekenen, ook als het resultaat iets minder is? Ja, natuurlijk. En dan, denk je dit jaar dat je doorbreekt en basisspeler wordt? Ja, ik hoop dat ik mijn debuut zo snel mogelijk kan maken. En dan moet ik me verder ontwikkelen om basisspeler te worden. En tenslotte, waar eindigt Fortuna Sittard dit jaar? Ja, ik denk 6e ongeveer, 5e, 6e. Dat zou wel reëel zijn, denk ik.